Vandaag in Château Meiland. Oh, het elastiekje breekt af. Ik doe denk ik een glaasje wijn erbij. Weet je, want als je ziek bent, is wijn eigenlijk altijd veel beter dan melk. Oh! Komt-ie! Oh, ik vind het vreselijk. Ja, maar hij moet niet over je ogen, hè, pap? C'est de pizza margarita. Wat? Pizza. Waarom ga je nou zo hard weer? Het staat rappel 70, ja, dat moet ja, wel 70. Ja, dat is niet met regen. Vlug, geef opa hand. Wat zo'n rotsweer. Ik ben het helemaal zat al aan het worden. Van jammer, je moet nog uren door. Als ik de volgende keer weer ziek word, dan kom ik hier naartoe. Het is koud en nat in Frankrijk. Op het château is het rustig. De gasten zijn vertrokken. Op één na. Jolanda. Zij moest achterblijven met corona-achtige klachten. De familie heeft de handen vrij om te klussen en het kasteel verkoop klaar te maken. Ja, de ramoneur is er. Oh. Goed, hè? Dan kunnen we misschien vanmiddag weer lekker fikkie stoken. Na de brand van 2 weken geleden moet de open haard worden aangepast. Een kostbare verbouwing. Nou, dat is die man, de ramoneur. En die zegt dus dat dat hele bovenstuk moet eruit, want het is gevaarlijk. En nou moet er dus een hele inoxpijp, moet vanaf hier beneden helemaal tot de deuxième étage. Dus wel 15 meter nieuwe pijp moet erin. Dat is allemaal gedoe weer. Nou, lekker begin van de dag. Het is zonde van het geld, maar het moet gebeuren om schade te voorkomen. Dat geldt ook voor de maatregelen tegen de lekkages. Oké, dat zijn de nieuwe douchedeuren. Ja, het blijft maar doorgaan. Elke keer is er wat. Ja, het wordt natuurlijk wel steeds beter hier. Het wordt steeds, maar elke dag wordt het hier beter. Maar ja. Zo gaat het, hè, au château. We hebben gewoon heel erg pech de laatste dagen. Eigenlijk de hele week al. Eerst de brand. Toen de klant die ziek werd. De dame in kwestie. Ja, en nu vanmorgen weer dat die schoorsteen helemaal niet deugt. Dat er een hele grote inoxpijp in moet. Lekkage weer gehad in de grote salon. Philippe met 2 nieuwe deuren voor de douche. Voor de douchedeuren. Ja, het lijkt wel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Sinds dat luik opengegaan is in de appeltjeskeuken, is het hele foute boel. Zo raar. Bonjour, Philippe. In plaats van een schat vond de familie misschien een geest in de kelder. Maar zolang het kwaad zich laat bestrijden met kleine verbouwingen, is er niet veel aan de hand. De zorg om de zieke Jolanda is groter. Je demande, Jolanda. Attention. Oui. Il faut pas l'approcher. Non, je ferme de porte 2 centimètres. Goedemorgen, Jolanda. Gaat het, meid? Ja, ik ga echt mijn vakje zetten. Ja, dat is oké, kind. Maar ik blijf hier. Wil jij nog wat? Een eitje of zo? Nee, ik heb eigenlijk genoeg gegeten. Meid, en moet je luisteren, jij appt mij als je wat nodig hebt. Dat is goed. Ik heb hier nog die chocolaatjes. Ja? Oh, meid, helemaal goed. Ja, oké, tot zo. Dankjewel. Joe, kind. Jolanda is getest, maar het resultaat nog niet binnen. Dus wordt contact angstvallig vermeden. Maar de 1,5 meter regel geldt nog niet in de rest van het château. Loop jij maar met mij mee. Wij moeten even het bed opmaken, samen met Nadège. Kom maar. Ga jij dit ook laten doen, kleine Claire? Ja. Ga jij dit ook doen? Nou, niet aan het begin, hoor. Leuk, zo voor 2 jaar misschien, samen met Nadège. Ja, gek, hè? Gekke opa, hè? Ja, opa is helemaal niet goed. Nee, weet je, zij moet nooit een chambre d'hôte beginnen. Nou, kleine Claire, dat is allemaal heel veel werk. Ja, c'est mieux. Là, ça va? Ja, ça va. Ja, kom maar. Wij moeten naar de andere kamer. Ja, dit bed moet ook opgemaakt. Dat kan ook. Nee, dat kan niet, lieve schat. Jij kan niet helpen. Daar moet je ook niet aan beginnen. Want als je hier eenmaal aan begint, dan wordt het een verslaving. En dan raak je nooit meer vanaf. Le dessus de lit, il est où? Mais, le dessus de lit? Le dessus de lit? Ja, er is een sprei weg. Je ne sais pas. Bah, il est bien quelque part, quand même. Peut-être dans l'armoire. Bah, non. Peut-être onder, hier, onder. Dus,
Mais non, il peut pas être sous le lit, quand même. Dans le champ de Ben. Peut-être ils l'ont donné à la Francine. Ah. À la dame. Je pense. Allez voir. Ja, vraag. Een moment. Yolanda. Nee, ik durf het niet te vragen. Zij antwoordt niet. Nee hoor, dat vraag ik niet. Hallo? Ja, moet je luisteren. Je ne veux... Je demande, mais pas de response. Donc, peut-être... ce n'est pas important maintenant. Il faut bien le retrouver. Ah oui, mais je pense... Oh, maar wat gaat zij nou doen? Ah. Oui, il est là, le dessus de lit. Il est là, le dessus de lit. Oh, vous êtes avec votre tête dans la chambre? Ah non, je rentre pas dans la chambre. Oh, dan is het oké. Oké, dan kom maar. Dan zei het net alsof er niks aan de hand is. Ik zei nog, ga niet naar binnen. Die vrouw staat gewoon onder de douche. En zij gaat gewoon met die kop om die... Om... On fait celui-là? On fait la marque? Ja. Ik moet gewoon weer door, zegt zij. De planning is strak. Iedereen heeft zijn taak. Het onderhoud van het zwembad is nu Erika's verantwoordelijkheid. Ik zie het al, het water ligt er helemaal weer op. Oh nee, het zit wel onder de skimmer. Nee, het zit onder de skimmer. Nou, dan hoeven we niks te doen. Lekker. Het zwembad kan elk moment open. Het seizoen mag beginnen. Als de coronacrisis tenminste geen roet in het eten gooit. Ik heb wat gekocht. Wat heb je gekocht? Theedoeken. Wat zijn dat? Oh, dat zijn van die kapjes. Oh, moeten we luisteren. Moeten we die merken met onze naam? Maar hij moet niet over je ogen, hè, pap? Zo. Oh ja. Moeten we ze marken? Ja, zet ik er Max op? Ja, dan zet ik 10. Kijk, ik heb voor mama ook 1, want ik mocht er namelijk maar 2 meenemen. Zo. Dus ik heb deze voor mama. Oh, dat is zo raar, Maxime. Niet doen. Dat vindt zij heel eng. Wat is nou, er? Doe nou af, Maxime! Wat kom maar hoor. Er? Oh, stomme mama. Oh. Gaat-ie? Ja, eng. Oh. Nee hoor, het is niet eng. Nee. Het is goed. Even kijken. Ja, stomme mama. Die is oké, hè? Ja. Ja, die is oké. Maar die andere niet. Nou, kusje. Kom. Kusje. Nou, een kusje. Nee, wegwezen nou. Weg met die bakkers. Weg. Kom maar hoor, lieverd. Kom maar bij opa. Opa appelsap. Ja, nee. Ja, nou ja, safety first hoor. Ze moeten maar aan wennen. Eng. Ze moeten maar aan wennen. Nee, we gaan niet wennen aan die poppenkast. Mama, nee. 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 Niet heel weg. Niet leuk. Niet leuk, maar handig en noodzakelijk. De gezichtsmaskers komen direct goed van pas. Yolanda zit in quarantaine, maar moet wel worden verzorgd. Nou, succes, hè? Ja. Adem in, ouwe. Oh, vous êtes mignon comme ça. Eh oui, très mignon, très mignon. Très beau, Martin, très beau. Oui, c'est pour Yolanda. Hallo, Yolanda. Hallo. Hallo. Ik heb voor jou een kopje koffie. Beetje lekker. Oh, meid. Ja. Weet je, ik zet het gewoon op dat tafeltje. Weet je... Heb jij een föhn? Wil jij een föhn? Ja, kan ik mijn haren droog maken? Ja, ik ga een föhn voor jou halen. Moet er nog gezogen? Dat kan ik eigenlijk best zelf doen. Dan heb ik hier iets te doen. Zal ik zelf mijn kamer poetsen? Dat is een heel goed idee. Ja, goed. Hè? Wacht even, blijf jij hier staan. Ik heb hem hier namelijk om het hoekje staan. Oh, dat is goed. Dit is een snoerloze. Oh, weet je, je moet ze dit zo, ja. Zo doen. Ja. Haal ik een handdoek? Helemaal goed. Wat zei je nou nog meer? Een föhn. Een föhn. Ik haal een föhn. Oh meid, wat is dit? Oh, dus pizza margarita zit hier nog tegen de deur. Pizza margarita? Ja, Hedwig heeft die pizza tegen de deur aan laten vallen. En we dachten al, dan sturen we bommen naar boven. Dan kan je niet van de deur aflekken. Nee, dat is te hoog. Ja, dat dacht ik al. Ik haal Nadège. Helemaal goed. Eén moment. Ja. Ik kom zo. Helemaal goed. Ja. Nadège! Nadège! Oh, ze is hier niet. Waar zit die vrouw? Nadège! Oh, zo moe van. Waar is die vrouw? Nadège, weet ik niet. Hé, hey, de château lopen door.
Ik weet het niet. Misschien in het washok? Zonder Nadège is Martien reddeloos verloren. Maar de deur moet toch schoon. Dit is voor de pizza margarita af te krabben. En dan zoek ik nog even een föhn voor Yolanda. Oh, vous êtes ici. Moet je luisteren. C'est pour le porte de Yolanda. C'est de pizza margarita. Wat? Pizza. De pizza? Pizza de manger pizza. Oui. Le porte là-bas. C'est beaucoup de pizza margarita. Pourquoi il y a de la pizza sur la porte? Le autre madame. Ik krijg het helemaal benauwd. Hé? Ik heb geen probleem. Le autre dame. Oui. Elle tombée presque. Et le pizza margarita, c'est... À la porte. D'accord. Voulez-vous? Hé? Nettoyer. De quoi? De porte, parce que je cherche une föhn pour le chauffeur, pour madame. Le chauffeur, c'est pas sec. Kom maar, hier. Kom maar. Je rentre pas dans la chambre? Non. Non. Ja, bij de porte. Je cherche une föhn. Ik heb hier een föhn. Kijk. Dan leg ik op je bed. Ik had het niet willen missen. Als ik de volgende keer weer ziek word, dan kom ik hier naartoe. Ik snap jou. Ja. Dit is gewoon helemaal een hospital geworden. Ja, een rust. Een hospitaal. Ja, een rusthuis. Een rustsoort. Ja. Als jij klaar bent met de aspirateur, dan zet je hem gewoon hier om het hoekje. Oké. Hoe gaat het hier eigenlijk? C'est bien la porte. Oh, zij hoort mij niet. Is het bien la porte? Très bien. Très bien. Oui. Hallo, bonjour. Oh, très bien. Is het avec Ruben? Avec? Ja. Avec Ruben. Ja, le porte. C'est avec de Ruben. J'ai pas compris. Juin. Des joints, vous voulez dire? Is het juin? Juin, oui. Juin, oui. Ah oui, bien sûr. Avec juin. Oui, oui, oui. Oh ja, très bien. Très joli. Oh, j'ai dit à Erika dat het helemaal goed komt. Kom maar. Met de doucherand komt het goed, maar met de grasrand is het helemaal mis. Een ploeterklusje voor Erika. Wil je bij oma blijven? Ja, oma. Oké, dan gaat mama weg. Tot zo. Kom maar, Claire. Ga je mij helpen? Ga je mij helpen? Al het groen moet eruit. Ik wil gewoon een strakke rand van gras naar grind. Dit lijkt nergens op. Wil je ook één doen? Nee. Dit helpt ook niet, joh. Ja. Is baar, hè? Is niet leuk. Is helemaal niet leuk. Nee. Eigenlijk is het ook helemaal geen weer om naar buiten te gaan. Al wil de eenzame Yolanda niets liever. Ik maak een broodje. Ik ga een broodje maken voor Yolanda. In de Francine, chambre Francine. Weet je, die vrouw die heeft vanmorgen een kopje koffie gehad. En die moet gewoon aansterken. Ik doe denk ik een glaasje wijn erbij. Weet je, want als je ziek bent, is wijn eigenlijk altijd veel beter dan melk. Rood staat eigenlijk wel leuker, hè, dan wit. Dan wordt het zo nietzeggend. Dus ik doe een klein glaasje rode wijn en misschien toch nog een glas melk. Huppakee. En dan sluiten. Als echte horecaman wil Martien graag mensen in stijl verwennen. Ook in lastige tijden. Oh, het elastiekje breekt af. Nou, dan pak ik toch maar die van Maxime. Ja, dag, met die vieze adem van jou. Nee hoor. Hij breekt af, Maxime. Ja, dan plak je het maar of je doet dat enge masker op. Nee, dan schrikt die vrouw zich helemaal weer. Nou en? Nee, dat kan niet. Oh, het is toch vreselijk, die masks. Maskers zijn schaars. Je moet zuinig zijn. Maar als ze onbetrouwbaar worden, heb je er niets aan. Oh, die mask laat los. Hij breekt weer af. Eigenlijk niet te doen. Hi, Yolan. Hallo, ik heb het. Ja, meid, moet je daar... Oh, ik kreeg een wijntje. Ja, dat is beter. Ja, dat is zeker beter. Want weet je, dan neem jij een wijntje en misschien ga jij dan wel eventjes nog helemaal onderuit met die ogen gesloten. Oh, ver mee. Heerlijk. Rood heb ik gekozen. Ja. Weet je, anders vond ik het, als ik wit zou doen, krijg je zo'n wit ensemble. En nu zit er een kleur op. Ja, snap je? Gezelliger. Ja, weet je, ja. Gezellig in je eentje wijnen. Alles wordt een feestje. Als je maar zelf de slingers ophangt.
Kijk eens, Claire, wat mooi. Nieuwe deur. Oh. Mooi, hè? Heel professioneel, vind je niet? Oui. Ja, zit très joli. En de Louise, ook even bij de Louise kijken. Ja, mooi. Perfect. Heel mooi. Ja, perfect. Heel kijk, hè. Avec vous, c'est toujours bien. J'essaie. Ah, oui. J'essaie. Ja, non, c'est très bien. Merci. De douche is gerepareerd en de kamer kan weer worden verhuurd. Als het château tenminste niet in quarantaine moet. Het is nog steeds onduidelijk of Yolanda corona heeft. Ah, bonjour, ici Erika Renkema. Je veux bien savoir le résultat de hier. Notre client de chambre d'hôte à votre hôpital hier pour une examination de corona. D'accord, alors attendez. C'est une grippe. C'est seulement une grippe. Oui. Oh, c'est une grippe. Ça, c'est très bien. Et le corona, c'est négatif. Oh, c'est négatif. Oh, c'est une belle de nouveau. Oh, merci, merci madame. Au revoir. Au revoir. Ik heb net ziekenhuis gebeld. Heb je al gebeld? Ja. Ik heb de uitslag. Waar ligt ze? Ja, rechts, oh, ja, in de Francine. Oh, nou, ik weet nog van niks. Nee. Waarom zeg je dat nou niet tegen mij? Hallo, kind. We hebben gebeld. En? Ik heb heel goed nieuws. Oh. Gooi het kapje maar uit het raam, want het is gewoon griep. Maar! Ja. Wat goed. Nou, kan het weer. Nou, ja, goed, hè? Blij. Nou, ik ook. Oh, kid. Gewoon griep. Ik mag naar huis. Ja, je mag gewoon naar huis. Ik kan alles weer doen. Nou, dan kan je gewoon beneden komen. Ja. Nou. We hebben allemaal... Oh, nou, ja, nou ja, maar je hebt er heel erg over ingezeten, begrijp ik. Ja. En dan zit je hier maar alleen. Goed, hè? Kom maar lekker beneden, een wijntje drinken. Kom maar, kind. Ga maar lekker mee naar beneden. Ja. We gaan een wijntje. Nou, top. Kom maar. Kom maar. Oh, wat erg. Wat goed eigenlijk. Ja, goed, hè? Op het château is de opluchting groot. Yolanda blijkt geen corona te hebben. Quarantaine is niet meer nodig. Het normale leven wordt weer opgepakt. Papa? Ja? Ze gaat weg. Oh, ik kom. Joep. Die mensen gaan af. Die moet gaan weg. Dus ik moet gedag gaan zeggen. Maar ze moet even wachten, want ik moet er vast wel wat meenemen. Wacht even, gauw wat kleine stukjes hout. Anders heb ik nog niks. Martien loopt een beetje achter met zijn dagelijkse klussen. Het verzorgen van Yolanda kostte veel tijd. Gelukkig mag ze nu eindelijk naar huis. Nou, ja. Kunnen we gewoon wel zoenen. Want ja. Vorige week durfde ik het nog niet. Zonder kapje. Nou, maar het hele goede reis. Het was toch speciaal, hè? Het was heel speciaal. Nou, goede reis hoor. Dag. Ja, hele goede reis, jongens. Ja. Ja, en wij hier leuk. Ja, zeker. Ja. Leuk. Tot ziens. Nou, doei. Doei. Zo, geest. Ja. Nou, gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Ja. Vanwege het besmettingsgevaar bleef iedereen zoveel mogelijk binnen. En dat was met al die regen ook niet zo erg. Maar nu het weer kan, gaan ze snel even shoppen. Kijk dan. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het zijn gewoon twee riviertjes. Drie zelfs. Komt er ook nog één naast. Het houdt ook gewoon niet op, die regen. Zo erg hebben we het nooit gehad. Nee. Vorig jaar was het in maart helemaal niet zoveel regen. Nee. Maar wat gaan we kopen? Behang voor zijn kamer. Voor mijn slaapkamer. Oh, oké. Oh, wat gaat we hard. Ja, lekker. Oh, ik ga helemaal niet hard. Oh. Oh, we gaan erg hard. Waarom hoor. Ga je nou zo hard weer? Met die regen op die weg. Er staat rappel 70, ja, dan moet je wel 70. Ja, dat is niet met regen. Vlug, geef opa hand. Wat zo'n rot weer. Oh, terrible. Hoe vind je dit? Dit. Vreselijk. Deze kleur paars, lavendel. Nee. Je moet ook denken, wat is goed voor de verkoop, hè? Ja, dit niet. Nee, hier ook niet. Strand, nee. Oh, wat is die mooi. Ja, weet je. Met dit? Ja.
Met het streepje. Ja. Ja. Het streepje is één, want er zit ook goud in. Ja. Ja. Nou, ik vind hoe meer wij natuurlijk doen om een kamer wat op te fluffen, hoe beter. Ik bedoel, als jij een château koopt en je doet een deur open en er hangen allemaal felle behang. Nou, dan is dat niet echt lekker voor de verkoop. Interieur en styling is Martien wel toevertrouwd. En dan moet je niet letten op een paar tientjes. Meid, wat een schade. Over de 400 euro voor één kamertje. Mag ik erbij? Veel geld. Hoeveel? 300. 400. 400. Meer dan 400. Oh, nee, wat erg. Zij ziet ons altijd heel graag aankomen hier. Ja, vind ik gek. Want zij denkt, die kassa gaat open en dicht en ik kan vanavond weer helemaal uit eten. Maar de investering komt wel weer terug als het kasteel wordt verkocht. En als het goed is, gaat dat snel gebeuren. Dus moet Martien een beetje opschieten met zijn kamer. Lopen maar, ga maar naar binnen. Deuren dicht. Doe maar, ik neem meteen wat mee, hè. Oh, wat hadden we dan? Oh ja, alle spullen. Door de hier. Oh ja. Flesje maar vier in de lijn. Oh ja, lijn. Ik kan geen kolom meer zien. En allemaal roelloos weer. Oh! Ja, ga je lekker. Hele pot lijm op de grond. Ja. Kijk, allemaal lijm op de grond. Wat is dat, schijt? Nee, lijm. Laat ik dat ding weer vallen. Lekker. Blijf je met je voeten weer straks plakken op de on the floor. Alweer pech. Het behangen wordt even uitgesteld. Ook doorwerken aan de oprijlaan gaat nu niet. Maar er is nog een grote klus. De muren van de giet moeten schoon. Eer. Ja. Weet jij waar de koevoet is? Ik denk dat die daar al ligt. Oh, die ligt daar al. Misschien is dit nog wel handig ook. Oké, okay, nou. We gaan beginnen in het huisje, want het is zondag en die man is er nu niet, die metselaar. Dus dan kunnen wij beginnen aan die muren. En, maar iedereen moet mee, hè? Oh, ben je daar? Ja. Ga jij werken zo? Ja, ik ga zo werken. Dat is toch geen werkkleding? Ja, weet je, ik heb geen zin daarin. Ik ga gewoon zo. Je hebt toch wel werkbroeken? Wat ik ga niet meer omkleden nu. Ik ga nu beginnen, want anders is het weer laat. Handschoenen, we moeten allemaal handschoenen hebben. Oh, handschoenen. Hebben. Max, we gaan werken, kom. Waar is jouw mama? Waar is jouw mama? Je lijkt wel een aapje. Je bent net een slingeraapje nou. Dat wil opa niet. Wij gaan heel hard aan het werk. Ja, weet je, die keuken die komt over drie weken. Dus die muren moeten gedaan. En je moet toch een keer beginnen. En we hebben vandaag geen gasten. Dus nu moeten we eventjes... waar is dit voor? Koppen met horens slaan. Koppen met horens? Hoe heet het ook weer? Koe bij de horensvat. Oh, koe bij de horensvat. Zo in plaats, ja. Hebben wij handschoenen? Oh. Ja, ik wil wel handschoenen. Weer die kans op. Hier is er één. Nou, handschoenen. Maar ik weet het niet, hoor. Nee, daarachter liggen handschoenen altijd. Daarachter. Nee, hoor, dat is geen handschoen. Nou, laat maar weer. Ik ben het wel helemaal zat. Lopen maar. Ik doe wel zonder handschoenen. Weet je, ik doe er gewoon één. Heb ik toch wat? Of zal ik deze doen? Ja, die zijn zo raar gaan doen. Nou ja. Gaan we? Ja, we gaan. Oh, het regent. Dit hout wordt allemaal nat. Dat vind ik ook niet zo handig. Oh, wat erg. Oeh. Sneeuw, Claire, rennen. Wat een honden weer. Wat een kut weer. Snel. Wat erg. Nou, waar gaan we beginnen? In de keuken. Het gaat helemaal daarheen. Oh, dat laat je dat toch liggen? Nee, dat moet toch weg hier? Oh, kijk, wat jij zijn nou? Ik vind dat het, ja, wacht, dan moet ik eerst kijken naar de andere ruimte. Hier komt dus een kastje en daar komt een kastje. En dan wou ik het eigenlijk hier tussen eruit halen. Ja, maar luister even. Jij wil dus dat weg gaan bikken? Ja. Maar hier komt een keuken. Ja, de onderkant hoeft ook niet. Trek maar, trek maar. Oh. Trek eens aan mijn vinger. Trek maar. Ja. Trek maar. Trek maar, hier. Ja, hij zit er tegen. Ja, leid jij hem even door dat gat. Komt-ie? Ja. Ja, pak hem. Ja, hij zit... Heb je hem? Nee. Hij zit vast, Martien. Kak. Oh. Ja, we hebben hem. Oh, nou heeft ze hem wel. Oké. Okay. Maar luister, ik vind dat een heel dom idee. Nee, dat is niet dom. Maar dat is toch ook niet schoon? Je hebt toch normaal tegeltjes bij een keuken? Nee, dat doen wij niet. Wij gaan voor het ruwe, ruwe keuken. Nee, maar kijk, er komt dus, hier komt het keukenblad. Dus tot hier hoeven we niet, ja, hieronder hoeven we niks te doen. Dan komt hier een kastje en hier. En boven het blad komt, hoeveel? 40, 30 centimeter? 30 centimeter. Wat boven het blad. In dit middenstukje kunnen we ook nog doen als de keuken geplaatst is. Dat is misschien beter. Oh, dus we moeten alleen de zijkanten doen? Ja, dus we moeten alleen de zijkanten doen. Dat tafeltje even naar een andere site. Ja, waar zullen we dat zetten? In de veranda? Veranda, ja.
Wat heeft die man dat mooi voor elkaar voor zichzelf ineens en die man is zo netjes. Het is een hele nette man. Ja. Salam. 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 Even kijken, waar hebben wij de koevoet gelaten? Maar de hele koevoet, alles is weg. Alles is weg. Nou, lekker begin weer. Heb jij dat niet toen voor dat hout gebruikt? Nee. Ligt in de schuur. Moet dit weg? Wat moet jij op de tweede etage met de koe? Kijk wat zij doet. Wat hebben we nou net gezegd? Zijkanten. Zijkanten. Hè? Dat mag niet. Ze zit hier. Nee, we moeten even uitmeten hoe hoog de keuken is. Dus je pakt hem hier. Ja, maar wacht nou even. Je moet wel een beetje uitmeten, hè? Het kastje is 40 centimeter diep. Ja. Heb je centimeter? Nee, jij? Oh, hier heb ik een heel leuk ding gevonden. Mama, kijk, dit is een lekker ding. Dit moet hier ook allemaal weg, want hier komt het ook. Ja, ik weet het. Kijk uit het. Voor je gezicht. Kijk, ik heb hier een heel goed ding. Kijk uit, dus je doet het. Zal ik een uitdraai maken van de hoogte en zo? Een uitdraai? Ja, je moet toch weten tot hoe hoog we het weg moeten halen? Kijk, zij is al begonnen. Is dat van belang? Is dat heel belangrijk? Nou, dat weet ik niet. Nee hoor, dat is prima. Het moet er gewoon af eer. Die man heeft het opgemeten. Was jij daarbij? Nee, ik heb die man hier al binnen gelaten. Ik ben weggegaan. Maar ik bedoel, die man moet toch weten dat wij daar een hele centimeter gaan weghalen? Er is geen plan voor die mans. Wij zijn het verleerd. Het lijkt wel, het bouwvakken. Nee, maar kijk, hier wordt de keuken geplaatst. Maar we weten, ik heb de maten zitten in de computer. En nou kunnen we wel gewoon een beetje beginnen. Maar je kan beter een keuken plaatsen tegen zo'n muur dan tegen een gebrokkelde muur. Kijk, daar gaat hij. Nou, het zit toch niet heel erg vast. Oh! Meid, wat gaat het goed? Goed zo, opa. Pak hem door. Nou, hup, waarom doe je dit? Kijk nou, is niet leuk voor die man. Nee, ga nou eens opruimen hier. Ik heb altijd zo geen systeem. Maar wacht dan even, papa. Van wie is dit? Ja, sorry hoor, maar... Nou, mevrouw Denkema, nou, wat gaan we doen? Pak even dat ding. Want ik sta nu al 5 minuten gewoon niets te doen. Nou ja, ik zou eigenlijk gewoon wel die twee muren eraf willen halen, die twee. Nou, dat zeg ik. Dat zei je helemaal niet. Nou, dan gaan we als sodemieter aan de gang. Nou, nou oké, okay, let's go, bitch. Claire. Waarom heb ik geen bril op? Waar is je borst? Zo leuk weer dit. Ik leef helemaal op. Echt waar. Ik heb in al mijn kracht verspeeld. Maar het moet. Het moet. Die keuken moet erin. Waar is die vrouw nou? Die vrouw Renkema. Die is weg. Waar is die heen? Oh. Zij halen nou dat stuksel eraf, maar daarna begint het pas. Zij denken dat ze zo klaar zijn. Zo, kijk hier, dit is allemaal bros. Het moet eruit. Het is heel veel werk, want al die muren moeten gedaan. Dat ben ik kapot. Mijn hele armen zijn verzuurd. Oh, mijn armen zijn zo verzuurd. Raar, hè, dat die Wat armen... Wat ga jij slecht? Wat ga jij slecht? Ja, deze muur is waarschijnlijk er minder... Nou ja. Minder flexibel. Hele zeer armen. Oh. Alleen de dingen zijn al zo zwaar. Nee, daar. Waarom is het zo zwaar? Ja, goed zo. Kijk, ik heb nog maar een heel klein stukje gedaan. Waarom is dit zo zwaar, dat ding? Wacht even. Of er nog andere apparatuur ligt hier, van die vent. Zou het met een hamer beter gaan? Ja, maar je kan veel meer kracht zetten, joh. Ja. Goed zo. Gaat het, kind? Goed hoor. Echte kind van de moeder. Meid, mijn hele bek is droog. Helemaal verzuurd. We gaan straks eerst even drinken. Ja, we zijn dit begonnen. Nou ja, ik bedoel straks. Mart. Ja? Jij denkt toch niet dat je klaar bent als je dat muurtje gedaan hebt? Hoezo? Wat is er dan? Nou, dan begint het pas. Want wat jullie daar doen, heb ik hier overal gedaan. Maar dit moet nu dus helemaal afgewerkt worden. En dat is nou juist de bedoeling. Oh. Maar ik zit te denken, kunnen wij niet... een heel lang tuinslang hier naartoe leggen en dan helemaal afspuiten. Ja, dat is een goed idee. Afspuiten? Maar moet eigenlijk met hoge druk spuiten. Ja, maar je kan toch ook... kan je ook huren, hè? De slang zeg maar op een harde straal zetten. Het ziet er wel mooi uit. Zo. Ja, maar als het nat wordt, dan is het pas mooi. Weet je, als het helemaal schoon is. Dan doen we dat na de lunch. Na de lunch gaan we met de spuit. Hoe ver zijn jullie dan? Ben je bijna klaar? Nee, wij zijn voorlopig niet klaar. Het gaat helemaal niet echt lekker. Meid. Ik heb het ook niet met die hamer. Ik weet niet wat het is. Ik heb allerlei verschillende materialen al geprobeerd. Lekker hamer, ja? Ja. Ja.
Dit is toch beter, hoor, dit ding. Alleen het moeilijke werk wordt uitbesteed. Maar eigenlijk kan ook vies en zwaar werk beter aan vakmensen worden overgelaten. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik... Oh. Ik verzuur helemaal. Ik ben helemaal kapot. Ik ook. Waarom doen we dit? Ja, weet ik veel. Jullie wel weer naar Frankrijk. Nou weer regie opknappen. Maandenlang hebben wij niks gedaan qua lichamelijk werk. Dus mijn hele armen zijn nu al aan het verzuren. Dus ik moet echt even, ja. Resetten heet dat. Inkomen. Resetten. Resetten, ja, ik moet gereset worden. Nou, het is toch erg. Ik ben helemaal aan het verzuren. Ja, dat heb ik ook, maar ja, dan moet je het met je andere hand weer gaan doen. Dan moet je wisselen. Zij doen allebei zo'n muurtje nu, hè. Ik heb al deze muren en binnen ook bijna helemaal in mijn eentje gedaan. Slapen? Je kan niet, lief. Het mag niet slapen van oma. We moeten door. De opa is slapen. Slapen? Nee, vanavond pas. Ik kan niet meer. Ik ook. Wat zitten jullie te zeuren, zeg? Ja, hallo, wij staan hier in het stof, hè? Jij staat lekker in de buitenlucht. Ik sta ook in het stof. Hè? Ik sta ook in het stof. Ach, lul niet. Jij hebt helemaal geen dak boven je hoofd. Jongen, wat jullie doen, dat heb ik dagen achter elkaar gedaan. Laat die vrouw praten, Maxime. Niet op reageren zonder van je energie. Ja, maar het is heel... Je moet je energie voor hier bewaren. Nu er geen gasten meer zijn, heeft de familie de handen vrij. Er kan flink worden doorgewerkt. Maar Martien houdt Erika's tempo niet bij. Oh, ik ben gebroken. Waarvan? Ja, weet ik het. Nou, ik ga weer. Ik snap jou ook niet. Jij gaat ook maar door. Ben jij niet moe dan? Nee, ik vind het juist leuk om te doen. Doe de groetse deur dicht, want die honden komen eraan. Ga jij eens weg. Allee, weg. Nog. Hi, Ben. Ja, hallo. Moet je luisteren. Ik heb jou even nodig. Ja, wat is er? Voordat ik straks in dat huisje weer aan het slopen ga, wil jij voor mij een uitdraai maken? Want ik heb geen idee aankomende week hoeveel mensen er komen. Hoeveel kamers? Dus kan jij een uitdraai maken? Nou, hier. Kijk, ik heb de agenda uitgeprint. Oh, wacht even. Ik kom naar jou toe. Dat is de lijst. Ja. Even kijken. Dit is een hele family. Die komt morgen en die gaan pas vrijdagochtend weg. En dan komt er weer een hele family. Dus we hebben geen dag vrij? Nee, we hebben geen dagen meer vrij. Alles zit nu vol. Ze hebben alleen vandaag om de klus in de giet af te krijgen. Dus doorwerken. Maar dan doet Erika een ontdekking waardoor het hele plan weer verandert. Dit is heel raar. Kijk, dit is een latij. Maar daar heeft hier dus waarschijnlijk een deur gezeten. Dus misschien kunnen we dit wel openmaken. Alleen hier zou een kastje komen en daar. Maar dan moeten we misschien zeggen, dit kastje hangen we daarbij. En dan maken we hier een soort gat. Hi. Ja, ik ben hier. Hiel. Ik heb wat ontdekt. Nou, kijk. Wat is dit? Nou, hier heeft vroeger, ik denk een deur, maar dat weet ik niet, of een raam gezeten. Dus ik dacht, als we nou dit openmaken en als je dan in de huiskamer zit, hè, kinderen zitten bijvoorbeeld daar, dan zet je hier een schaaltje chips op en dan zeg je, joehoe, ik kan het zo ophalen. Wat leuk. Ja, dat is heel leuk. Kom eens, we hebben iets heel leuks ontdekt. Wat is er? We hebben wat ontdekt. Wat is er aan de hand? Wij zijn aan het bikken. Ja. En mama ziet opeens dat hier een raam zat. Een raam? Ja, ja, kijk, god, kijk, dit zijn oud. Dit is nieuw, zeg maar. Dit is oud. Dit was het kozijn, zeg maar. Maar wat zit hierachter dan? Die inham. Maar misschien zit dit hier ook wel, dan kunnen we... Auw! Wat doe je? Dat ding vliegt er steeds af. Nou, lekker gevaarlijk. Nou, ik ga niet naast jou staan. Dan kunnen we het zelf doen. Je kan toch ook een andere hamer pakken? We hebben heel veel hamers. Nou, die heb ik maar wat niet. Ga jij doen? Ik ga puin ruimen hier. Maar in die kleding? Dat had ik vanmorgen ook aan, hoor. Dit is prima. Ik zit heel erg in jouw aura. Nou, dan ga je lekker weg. Ja, ik ga weg. Doei. Ik help nou even. Nee, ik kan er niet bij. Ik ga wel hier dan bikken. En ik vind het eng. Doe even rustig, joh. Kijk, opa heeft een lege zak. Kom maar. Gaan we vullen. Kijk, dit hier is die. Kijk, hier komt die. Dus het wordt een heel groot leuk gat. Rare, ik ben ook zo benieuwd wie dan hier vroeger hier gewoond heeft. Heeft niemand gewoond. Hier woonde de tuinman. Ja, maar die heeft hier toch geslapen? Ja. Nou, dat bedoel ik. Dat zeg ik. Ja, maar hij had niet eens een keuken. Nee, hij at natuurlijk in het château. Hij at in het château en hij sliep ja, hier. Hoor. Oh, vele. Meid, ik ben gebroken. Stel je niet zo aan, zeg. We gaan bijna bikken, Max. Bikken?
Dat mag toch niet, zei jij? Jij gaat toch eerst in overleg met Philippe? Nee, ik zeg, als we zo'n ding hier ook hebben, en dat hebben we, kunnen we het zelfs eruit halen. Oh, nou... Stort het niet in? Dan ga je nee, voor. Het stort niet in. Ten eerste zit er niks boven. En ten tweede is dit de latij die alles vasthoudt. Nou wordt het leuk. Oma meid, kom eens. Liever... Niet hier staan hoor, bij mama. Is mama nou? Is heel gevaarlijk aan het doen. Ja, oké. Okay. Moet dat niet met een bijl? Een bijl? Die hebben we niet. Een bijl is... Wat doe je? Dat is een houtvast. Jij bedoelt een pikhouweel. Fuck, heel hard. Ja, kijk, nou breekt hij. Ja. Oh meid, wat eng. Maar luister. Ja. Nou ja, ga maar door ook. Wat is wat? Er? Nee, bedenk ga maar. Je? Wat ga je nou weer eng lopen doen? Nou, ik vind het toch raar. Wat? Wat? Ja, wat zit er nou achter? Ja, geld misschien, weet ik veel. Kan je toch omlopen, dan zie je het toch. Ik loop toch even om. Oh! Meid! Er ligt hier allemaal gereedschap van die man! Oh, haal dat even weg! Dat kan niet, even wachten! Ja, dat kan toch niet? Kijk, het eerste begint... Oh, ja, maar moet je luisteren, Maxi, wij moeten dat eerst even opruimen voor die vent. Die vent die wordt hartstikke kwaad. Oh, wat leuk! Het is superleuk! Het is één. Ja, geef jij mij een geel als ik weer mag dan? Maar weet je, ik ben blij dat ik toch even ga kijken, want kijk, anders had die arme Salam, of Salam, die had anders een heel groot probleem. Weet je, dan is alles vuil. Maar waarom doet die man dit niet mooi in een kistje? Weet je wel, dit is allemaal losse handel. Heel goed! Hallo, ik zie jou, hè, nee, papa! Oh meid, enig! Kijk, hè? Ja, kijk, meid hier, hi! Oh, hi! Oh, het is best wel hoog. Kijk, komt ie! Oh, oh. Oh, ik vind het vreselijk. Meid! Oh. Koekoek! Ja, meid, wat gaat het goed. Enig. Oh, meid. Nou, ik ga hier weg. Ik moet zakken gaan zoeken, zakken. Maar luister, is dit geen draagmuur? Nou, wat denk je? Kijk eens naar boven. Oh, nee. Ja, top. Ja, jij zit heel erg in mijn aura. En? Ik mag hier ook gewoon zijn. Ja, maar ik wil het doen. Ik wil het ook doen. Zij wil altijd de leuke klusjes inpikken, maar daar trap ik niet in. Nou, weet je, dat ziet er eigenlijk nog heel perfect uit. Dat is toch top? Daarom doen we het ook zo. Ja. Gewoon met beleid, ja, rustig. Klaar. Ja, top. De café, le et sucre. Oui, oui, s'il vous plaît, monsieur. Ja. Normalement café ou un cappuccino. Nee, oh. Café au lait. Café au lait. Oh, café au lait, ce n'est pas possible. Oh. Non. 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 Non, merci. Ik ben het helemaal zat al aan het worden. Ja, ik kan jammer, maar je moet nog uren door. Nou, heel veel succes. Ik wens jou heel veel succes. Nou ja, ik ga dat wel doen, maar jij gaat het ook doen. Ik heb ander werk te doen. Nee hoor, het is zondag. Dit is gewoon je werk. Het is zondag, je ja. Vindt het toch ook leuk? Hoor je dat je zegt, het is zondag? Ja, nou ja, maar ja, wij hebben toch... Wij werken tot 6 uur op zondag. Ja, maar wij kunnen gewoon door de week een keer vrij nemen. Maar dat doen we nooit. Je hebt genoeg vrij gehad de afgelopen tijd. Oh, wat erg. Even kijken, zijn er nog witte grote zakken? Ja, dat roep jij de hele ochtend al. Ik ben het zo zat. Ik kan maar janken. Het grove werk is niet aan Martien besteed. Zijn specialiteit ligt bij de styling, details en afwerking. De privé-etage van de familie is nu bijna af. Sst. Kleertje ligt te slapen, dus ik kan niet zo hard praten. We zijn natuurlijk al helemaal begonnen bovenaan met renoveren van onze eigen etage. Dus we hebben die hal, die gang, hebben we helemaal met pioenroze behang gedaan. Mijn deur daar ook helemaal met die pioenroze behang. Er zat allemaal vreselijk bloemetjes bang. Dus dat heeft Erika eraf gestoomd. Weet je, dat is al weer frisser. Maar luister, en we hebben ook het. We lopen daarheen, kom maar. Hier kan ik weer wat harder praten. Nou, moet je luisteren. En dit is dus onze eigen trap naar de eerste en tweede etage. En dat zag er ook uit, dat was geel bang. Maar dat is nou helemaal eraf gehaald, kom maar. Dus we hebben eigenlijk hier gekozen voor zwart-wit behang. Weet je, chateauwaardig print. Een leuke print van een man met een hele leuke banjo, met een vrouw. Onder zo'n hele romantische boom. Weet je, zo'n chateauwaardig hek. Dat is natuurlijk ook leuk. En we hebben het afgezet met een zwarte band. Kijk, hier heb ik al helemaal... Kijk, weer allemaal rouleaus voor mijn slaapkamer. Kijk, bloem, maar...
poederos. Kom maar. Want we gaan naar het toilet. Het toilet is ook helemaal geüpgraded. Moet je kijken wat fantastisch. Kijk eens. Kijk. Doe even de bril dicht. Dat is altijd beter. Ook als je bezichtigingen hebt in je huis, als je je huis verkoopt. Altijd de bril dicht. Bril open is geen goed teken. Weet je, nu is het mooi. Weet je, zo. Leuk, die diffuser set. Nieuwe lamp natuurlijk opgehangen. Helemaal goed. En dit is een tegel in een houtprint. Een tegel. Kijk. Nadège. Hallo, waar is Nadège? En we hebben hier nu een afzetrand. Erika vroeg gisteren aan mij nog, moet ik nog een wc-rolhouder kopen? Ik zeg, pas acheté. Want dit is perfect. Weet je, je zit hier, kijk, je zit zo, huppakee. En dan zou je aan zo'n ding moeten rollen en zo. Is niet nodig, want je doet je vingers hierin. Je rolt hem af, je scheurt hem af. En je gaat aan de travailler. Moet je luisteren, komt helemaal goed. Wij laten dit natuurlijk, want dit kan nog gewoon gebruikt worden. Dat zetten we boven je. Ja. Wil jij nog meer weten? Je wil een pose, hè? Nou ja, wat wil jij? Wil jij nog ergens leuk filmen? Oh, nee. Jij bent eigenlijk ook klaar, Fini. Hij is ook Fini, kom maar. Doe het licht even uit. Kom maar. Volgende week in Château Meiland. We zitten wel in quarantaine, maar we vervelen ons niet. Wie gaat er nou een bos lopen opruimen? Het is ook weer zo echt Hollands, hè? Het moet allemaal netjes. Nou! Weg, bijzou! Au! Au! Oh, dat is de politie. Als we zien dat we met z'n tweeën in de auto zitten. Ik ben elke dag 1000 euro aan het terugboeken. Ja, het is vreselijk. Ja. Waar gaan we dan failliet?